Oké, nou jongens, we zijn er weer. Dit is dinsdag, het is weer 4 uur en dat betekent dat de Kelvin de Man, de jonge man, een video heeft. En dat weten jullie allemaal, want jullie kijken ernaar. Yes! Je had wereldmysteriën kunnen oplossen, je had bezig kunnen zijn met je toekomst, maar in plaats daarvan heb jij besloten om te kijken naar een Mogol die je niks anders gaat geven dan één grote portie slap gelul. Heb je dat wel begrepen? Goed zo! Op Instagram zweven nogal eens rare dingen rond en dat zijn of foto's van veel te mooie vrouwen en dan heb je als man, dat is best wel lastig als man om eerlijk te zijn, of foto's van One Direction of foto's van mij. Ja! Ik ben er ook, de parasiet. Instagram heeft een bepaalde pagina, daar kan je zo op klikken, dat soort dingetje klik je op. En dan zie je dus alle foto's waarin mensen je hebben getagd. En ik zat er laatst op te kijken. Ik doe alsof ik er gewoon laatst op keek, maar ik kijk er bijna elke uur op. Want ik moet gewoon weten of ik nog wel famous ben, weet je. Ik keek erop en ik zag allemaal hele rare dingen. Toen dacht ik, het is zonde dat jullie die met mij kunnen delen. Dus daarom dacht ik, fuck it, ik ga wel gewoon foto's laten zien op Instagram. Allemaal gewoon onzin. Lekker. Even tussendoor, ik heb natuurlijk alle waardering en alle respect voor de mensen die foto's maken op Instagram en daar mij taggen en dat dan helemaal editen en zo. Dat vind ik altijd lijp, maar toch vind ik het soms wel grappig om het over te praten zoals nu. Ik moet echt vaker naar de cc. De eerste foto op Instagram is van Alt Jaden en daar staan ze met mij en mijn vriendin op meet. Dat ben ik niet! Ik ben er helemaal zoals die is zo. Nee, ik ben er wel. Jongens, ik sta er wel op hoor, kijk maar. Bam! Hoppakee, in je face. Op een front. Drinking that water like it ain't no money. It is. Nee. Cinemeter X. Oh, die heeft even een volledige edit gemaakt. Ik zal hem even hardop aan jullie voorlezen om de boodschap gewoon volledig over te laten komen. I see humans, but no humanity. Reality is a prison. Precies hoe ik het zou zeggen. Cinemeter X, respect weet je. Ik weet hoe lastig het is in deze tijd om een foto zwart weer te maken en om er een skeletje over te zetten en teksten neer te zetten die voor geen fuck slaan of iets. Ik probeer hem oprecht te begrijpen. I see humans but no humanity. Oké, reality is a prison. Wat? De Kelmates. Them names you come up with for them fan accounts, they're unbelievable. Wanneer je hoort dat iemand Kelvin en Peter niet mag. Inderdaad! You tell him, oké? Iedereen die maar op straat zegt, ik mag die Kelvin en Peter niet, ik laat mensen foto's zien, zij denken, oké, ik mag jou wel. Ik vind het mooi dat er ook nog een bepaalde tekst onder staat. Het staat voor de mensen die ze haten, fuck off. Kijk, weet je, dat is natuurlijk algemeen bekend. Maar dan komt er even een guideline van hoe het moet. Klik op de followbalk. Stil geen foto's, anders ons erin taggen. De power freedom of the internet, jongens. Ik weet niet waarom we het zo moeilijk doen. Wees een cinemeter! Inderdaad, wees een fucking cinemeter! Oh ja, yeah. Inderdaad, ik kan er niks anders van maken. Twee blonde mooi boys die een lekker hot gezicht trekken. Dubbele.t hartje good night everyone. Fucking zomaar. Die fucking Robin van zomaar, die moet er en mee naar komen. Zo. Er was een tijd hè, dat ik was de enige blonde YouTuber op deze YouTube hè. Er was tijd, ik leefde in die tijd. Maar nee, sindsdien fucking zomaar. Fucking eekhoornjoost, fucking ezelkno. Iedereen heeft blonde haren, Mattie. Wat ik me wel even afvraag is of deze persoon daadwerkelijk denkt dat dit een hot gezicht is. Ik doe namelijk dit. Net Calvin. Moet ik dit... Wat? Moet ik dit nou grappig vinden of zo? Ben ik nou een fucking eekhoorn? Dus serieus? Waarom ben ik een fucking eekhoorn? Waarschijnlijk is het omdat ik gewoon altijd heel veel dingen in mijn mond wil stoppen. Voor mij zit helemaal zo'n keel ook. Ja. De nieuwe Anna en Elsa. Dat zijn Peter en ik. Je hebt gewoon ons hoofd erop geëdit. En nu hoop je waarschijnlijk dat ik dat fucking nummer ga zingen. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Let it go! Let it go! Don't do it anymore! Let it go! Let it go! Cinemeter X. Weer Cinemeter X. Jongens, Cinemeter X. Ik ben even lekker bezig. Maar nee, lekker, daar ben je ook voor jou. Kelvin's biggest dream. That moment when you see a picture from the night before but you can't remember it because you were too drunk. Dat is dit. Jongens, ik heb dus ooit op een podium gestaan met Justin Bieber, maar ik kan gewoon niet herinneren. Wat? Ik vind dit wel confronterend. Ik vind deze foto echt heel erg confronterend. Dat komt omdat ze er dus gewoon voor hebben gezorgd dat een gedeelte van het vel van mijn gezicht eraf is en is verplaatst door een fucking skeletje met een krans op mijn hoofd. Wat ben ik? De paus? Nee. In plaats van heel Holland bakt, heel YouTube kakt. Streepje Celine. Het mooie is dat eigenlijk elke YouTuber, de foto zit daadwerkelijk op de wc. Het is niet geëdit, behalve Peter en Mert. Want die kakken niet ofzo. What the fuck is dit? Twee creatieve jongens uit het Hoge Noorden. Die vanuit Amsterdam allerlei leuke... Ik zeg maar, voorstellen, stel dat je bij Humberto Tan aan tafel zit en hij leest het voor. Twee creatieve jongens uit het Hoge Noorden die vanuit Amsterdam allerlei leuke en gekke dingen doen. Wat toevallig gefilmd wordt, niets is onmogelijk en wij zijn niet bang om onze dromen achteraan te gaan. Oh jee, ze zitten al aan tafel, Kelvin de Man. Kijk, het is, ja, jullie begrijpen niet waarom ik het grappig vind. Laat me zitten. Mijn cinecamera! Hiermee ga ik morgen foto's en filmpjes maken van de cinemates. Ik zou alleen nog wel even de lenskant eraf halen. Ik vind het heel leuk die sticker, maar het is niet echt, het komt niet echt ten goede van je beeld. Oké, dat waren ongeveer nog niet te lang niet alle foto's die ooit op Instagram zijn geplaatst van mij. Maar ik moet de video wel een beetje afsluiten, want ja, het is weer tijd om naar huis te gaan, jongens. Vonden jullie dit nou leuk? Willen jullie vaker van deze reageren op Instagram? Dingen zien? Laat het dan even weten in de comments, want ik ben heel benieuwd of jullie het leuk vonden. En als je het niet leuk vindt, laat dan ook gewoon weten, dan ga ik gewoon wel weer niet meer het filmpjes maken. Naast Instagram hebben we natuurlijk ook nog Snapchat en jullie kennen het allemaal. Ik kan me daarop volgen, want ik post altijd echt hilarische dingen en niet te doen. Over Snapchat gesproken, het is vanaf nu elke week op vrijdag Fantastic Friday. En dat betekent dat ik elke vrijdag op Snapchat een challenge ga bedenken voor Quinn en Mitchell, de Vodafone YOU Snapchat crew. Zij moeten natuurlijk die opdracht zo goed mogelijk uitvoeren en dat geeft mij een gevoel van voldoening, want dat betekent dat ik gewoon iemand anders leven in de handen heb en dat vind ik lekker. Wil je nou zien hoe zij deze opdrachten gaan uitvoeren op elke vrijdag? Scan dan deze code of voeg Vodafone NL toe op Snapchat. Dan wordt één grote party, Mitchell en Quinn. I got you. Nou niet dus. Ik ga jullie hem kapot maken. Oké, nou dat was het voor vandaag jongens. Bedankt voor het kijken. Het was het dinsdag, het was 4 uur. Volgende week ben ik gewoon weer. Abonneer op mijn kanaaltje. En dan geef ik zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Als je de video leuk vindt, nou, de volgende keer weer. Die vieze vragen luid. En dat kan ik altijd waarderen. Jullie hebben namelijk heel veel vragen gesteld. Die ga ik hier voor jullie even beantwoorden. Dit is de Q&A van Kjell Veer. Tijd voor serieusheid. Begrepen? En dan vraag je af, Kelvin, wat voor ervaring heb je dan gehad? Nou, ik heb 48 uur lang, van vrijdagavond 6 uur tot zondagavond 6 uur,